Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe uitzending van N1 Bezoekt. Na anderhalf jaar zijn we weer wekelijks te zien en bezoeken we de leukste evenementen in Nijmegen. Vandaag zijn we bij de start van de Nijmeegse Fietsvierdaagse, maar ook nemen we een kijkje bij bouwdorp Duuk. Hier konden kinderen in Dukenburg zich de afgelopen week helemaal uitleven met het knutselen met hout. Maar eerst de Fietsvierdaagse. Deze gaat vanaf vandaag van start bij de kazerne in Nijmegen. Goedemiddag. Hij gaat bijna van start, hè? De Fietsvierdaagse. Ja, nou ja, de eerste deelnemers die starten dus nu. En ze hebben er allemaal hartstikke veel zin in. En dat is maar goed ook. Weer helpt natuurlijk enorm mee. Ze hebben de reacties van vorig jaar, die leiden ertoe dat we dus we gaan het gewoon weer doen. Dus nu hebben we de tweede editie. Ik zag heel veel voorinschrijvingen, maar ook vanmiddag nog mensen die door het mooie weer zijn gekomen. Hè? Ja, dus er staan nu nog steeds rijen, hè, zoals je ziet. Dat is wel een heel fijn gevoel, denk ik. Je hebt absoluut een fijn gevoel, ja. Waarom doen mensen nou eigenlijk mee? Is het echt voor de fun, voor de gezelligheid of ja. Nou, sport? Dat is absoluut ons doel. Wij zeggen van, wij zien dit als een evenement om sportief te genieten. Dus dat het, je gaat de fiets op om dus naar leuke locaties te gaan, van het landschap te genieten. Kijken hoe mooi de regio en de stad is. Ja, en dan onderweg ook nog even wat calorieën trappen en die je dan onderweg ook weer aanvullen. Er zijn twee routes die mensen kunnen kiezen? Ja, we hebben de korte en de lange route. De lange route is rond de 70, 75 kilometer. De korte route is rond de 35, 40 kilometer. Behalve vandaag, want vandaag starten we dus 's middags. En dat noemen we de avondetappe, omdat mensen dus 's avonds kunnen finishen. En die zijn dus korter. Vandaag is de korte route 30 en de lange is 45. Als je één tip hebt voor de mensen die aan het kijken zijn om mee te doen en die misschien niet meegedaan hebben, waarom moeten ze volgend jaar meedoen? Ja, omdat het gewoon een hele leuke manier is om de omgeving te ontdekken. We zien ook dat mensen dus vaak hun eigen omgeving best wel slecht kennen. En dat we dus vorig jaar leuke reacties hadden van mensen die zeiden van ik wist niet dat het zo gezellig en zo leuk was hier. Goedendag mevrouw. Goedendag meneer. U gaat fietsen? Ik ga fietsen. Beetje samen met mijn dochter. En waar is de dochter? En de hond. En deze dochter. Oké, dag dochter. En met de honden. Hoe ga je dat doen dan? Achter op de fiets gaat de hond. Oh, je hebt een speciale fiets. Ja, nee, een speciaal gewoon normale fiets. Maar het fietsmandje erachterop. Okay. Ja, dat leuk. Gaat goed. Ja. Hey, waar kom je vandaan? Uit Wijchen. Uit Wijchen. Ja. En hoeveelste keer ga je meedoen? Dit is nou de eerste keer, maar vroeger voorheen, toen het gestopt was, heb ik denk 5 of 6 keer al meegefietst. Ja. Heel eerlijk, hoe bereid je je voor? Ja, goed. Ja? Jazeker, ik ga er helemaal voor. Ja, maar ga je veel oefenen van tevoren? Nee. Gewoon de fiets op en klaar. Precies. U gaat meedoen met de Fietsvierdaagse? Ja. Beetje zin in? Ja, heel erg. Ja hoor. En iedere dag? Ja. Ja, klopt. Beetje goed voorbereid, goed geoefend? We fietsen regelmatig, dus ik denk het wel. En wat is de afstand dat u gaat kiezen? Wel de korte. En dat is? Iets van 40, rond 40 zijn afstanden. En waar komt u zelf vandaan? We wonen in de Lier. Weet je waar het ligt? Nee, net alsof, maar nu zegt u het maar. Vlakbij Delft. Oké, heel andere omgeving als hier, hè? Klopt, we staan hier op de camping in Oosterhout. Mevrouw. Ja? Wat bent u van? Ik ben van mezelf. U bent van uzelf? Ja, ik ben Sjane van der Wijs. Dag Sjane, ja, aangenaam. Hi. Hallo, jij bent... ik ben Peter. Oh, je fietst niet mee? Ik ben Peter van de televisie. Van de televisie. Oh, nou welkom. Van, ziet u? Ja, welkom. Ja, dat zie ik. Ja. Nee, ik wijs mensen de weg. Oh, u wijst mensen de weg. Ik weet waar naartoe dan?
naar de goede kant op. En wat is de goede kant vandaag? Vandaag is de goede kant dat ze allemaal kunnen starten. Ja, dat is belangrijk, en hè? En dan links afslaan. Links afslaan? Ja. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Jij gaat fietsen? Ja, dat klopt. Heb je er een beetje zin in? Zeker. Ja? Ja. Waar kom je vandaan? Uit Nijmegen. Nee, dus een thuiswedstrijdje voor jou. Maar ik heb hem al in de eerste versie ook altijd gedaan. En ik doe ook altijd de fietsvierdaagse in Betuwe. Oké. Okay. Vandaag, dit keer is wel speciaal, want ik fiets voor het goede doel. Ja, en wat is jouw goede doel? NSGK. Oké. Okay. En de mensen met een kinderen met een beperking, die moeten ook gewoon mee kunnen doen. En dan spaar ik voor, ik heb gespaard voor een racerunner. Dat is een fiets waarmee ze mee kunnen doen op een gewone atletiekvereniging. Oké. Okay. En hoe gaat dat precies in zijn werk dan? Want je zegt, je doet mee speciaal voor het NSGK. Ja. Kunnen mensen jou helpen daarmee? Ja, zeker. Dat is juist de bedoeling. Ik heb gewoon een actie op hun website gezet. En dan kunnen mensen geld doneren. En dat kan, hoewel ik al €500 bij elkaar heb. Zo, dat is veel. Dus mensen kunnen nu ze het zien, kunnen ze je helpen? Ja, ze kunnen nog steeds sponsoren. www.nsgk.nl. En dan moeten ze naar jouw naam zoeken? Ja, gewoon details, actie, Monique. Maar dat wijst zich vanzelf. Ja. Als je kijkt naar acties, dan zie je gewoon mijn naam en dan kunnen ze het zien. Alle mensen die mee fietsen, wat is nou de beste tip? Heeft u ook tips voor die tip, mensen? Ja? Veel drinken onderweg. Ja? Veel drinken. En dan wijn of nou, bier? Nee, geen alcohol. Geen alcohol. Oh. Gewoon water, fris en vooral genieten van Nijmegen. Dat is belangrijk, en hè? Omgeving, ja, vooral dat. Hoe mooi is Nijmegen? Hartstikke. Ja, hartstikke. Je komt zelf uit Nijmegen? Ja, hartstikke. Ja. Okay. Ik ben daar geboren en getogen, zeggen ze. Ja, echt waar. En waarom dit? Lekker mat te kloppen, maar het is gewoon een welkomstbordje. Het is een welkomstbordje. Ja, nou kijk, als de mensen komen, is het welkom. En als ze teruggaan... Oh ja, see you soon. Als ze weggaan. Maar als ze terugkomen... Het schouderklopje. Het schouderklopje. Nou, dat vind ik een leuk klopje. Ja. Hey, ga jij meer fietsen? Wel fijn dat de hond mee mag, toch? Ja, ik vind het gezellig. Ja. Samen met de hond? Ja, ik denk dat hij het wel oké vindt. En morgen zien we wel weer wat ik ga doen. Ga je alle 4 dagen meedoen waarschijnlijk? Of ligt het aan de dag van vandaag? Ik kijk gewoon. Ik kijk gewoon. En als de conditie het volhoudt, dan ga ik voor de 4 dagen. En anders... kijk ik gewoon. En de hond, moet hij een schijfgeld betalen? Mag die zo meedoen? Ik smokkel hem denk ik van de Voor smokkelen. Niet hard op zeggen dan. Maar ik denk ook niet dat ze honden goodiebags hebben. Hè? Dus... Nee, volgens mij niet. Nee. Dus je blijft al die uren wachten hier tot straks als ze terugkomen. Ja. Dat is een goede zaak. Ja. En u praat alle talen? Oh ja, dat is geen probleem. Ik kan ook Duits reden, dat is geen probleem. En Russisch? Russisch is al een beetje knies nog een rondje. Heel netjes. En Japans dan? Japans. En wat zei u nou precies? 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 was het. Dat ik even tel in het Japans. Okay. De inschrijving voor de fietsvierdaagse. Ja, inderdaad. Heet je zin in? Heel veel. Heel veel? Ja, vorig jaar 2 dagen, maar nu gewoon 4. En de lange route. Zo goed bevallen vorig jaar? Ja, uitstekend. Ja. Maar vorig jaar was ik gewoon een vrijwilliger van de Gebroeders van Limburg. En daar ben ik mee gestopt dus nu. Oké, dus nu alle tijd? Nu alle tijd, ja. Ja. Want dat viel vorig jaar, of dat valt altijd samen. Dus ik ben 7 jaar vrijwilliger geweest en nu... Tijd voor ontspanning, hè? Lekker fietsen, ja. Op het laatste moment nog aan het inschrijven? Ja, we hebben het weer afgewacht, hè. Dus het weer is nou goed, dus nu schrijven we gelijk voor 4 dagen in. En als het geregend had? Dan hadden we misschien een dag overgeslagen. Ja. Oké. Okay. Dus, en hoe zijn de vooruitzichten dan voor het weer? Heel goed. Tenminste, goed voor het fietsen wel, ja. Ja, het hoeft niet heel warm te zijn, toch? Nee. Mag ik vragen wat u doet? Hoeveel kilometer? De langste of de kortste route? De kortste. Maar ja, we komen uit Beuningen, dus bij elkaar is het ook weer een lange rit, hè? Ja, wat er kilometers op zitten, hè? Zo is het. Okay. Je fietst dus niet mee? Nee, ik mag niet mee fietsen. Toch wel eens slim om... Ga trainen en dan doe je volgend jaar mee. Dat is goed, afgesproken. Hé, dankjewel. En veel plezier vandaag, hè? Ja, dankjewel. Ik ga even door, want de rijen worden erg groot. Ik ga veel schouderklopjes uitdelen. Hele goeie. Ja. Dankjewel. Zo, sportief op de fiets. Ja, logisch natuurlijk, hè? Dag meneer. Hartstikke sportief. Zeker. En u komt van ver? Ik kom van Groningen. Met de fiets? Met de fiets, ja. Achter de auto. Ja, dat dacht ik dus al. Ja. Hoe ben je zo bekend geraakt hier in Nijmegen met de fietsvierdaagse? Dat zijn Limburgers. Oh, Groningen en Limburg ontmoeten elkaar hier in Nijmegen. Dat is een vriend van me. En we hebben in hoe heet dat, waar jullie eerst woonden?
Melik hebben we eerst altijd meegefietst met hun. En zij zijn nu in Gennep gaan wonen. Ja, en nu hebben we 4 weken terug Venderaai gefietst. Met z'n allen. Zijn jullie allemaal zo sportief? Of? Ja, hartstikke sportief. Zeker. Wat is nou de kracht zeg maar, achter de fietsvierdaars? Waarom doe je mee met z'n allen? Kijk. Dat dacht ik al. Volume. Kolossaal. Je doet het samen. Onderweg kom je allerlei dingen tegen. Nou, vind ik leuk. En allerlei windstreken waar ze vandaan komen natuurlijk. Zelfs uit Groningen. Ja, dat heb ik door. Heeft u er zin in? Ja, heel erg. U straalt. Nou. Komt dat door het weer of door de fiets? Nou, door het weer denk ik. Ja? Ja. Bent u een goede fanatieke fietser? Nou, of lekker rustig aan? Lekker rustig aan. Als ze maar voor die tijd binnen zijn vanavond is het goed. En voor degenen die niet meedoen, missen ze iets? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar ja, dat moet diegene zelf ondervinden. Daar kan ik niet voor beslissen. Ja, ik vind de sfeer wel heel goed. Maar om nou mee te gaan fietsen, denk ik van nou. Nou, moet je eens een keer doen, dan weet je het. Ik heb nog niet eens een fiets. Nou ja, dat is gauw gedaan, toch? Ja, weet je wat heel bepalend is? Kijk, het zadel is gewoon heel belangrijk. Die moet een beetje breed zijn. Nou, dat is een heel speciaal zadel. Die komt uit Stadskanaal in Groningen. Dat is de enige in Nederland. En we hebben, denk ik, al ongeveer... Nou, ik denk 40 Limburgers aan dit zadel geholpen. Maar ze hebben allemaal pijn in hun kont. Ik kan me dat nog herinneren. Toen ik een fiets had, ik fietste naar school nog geen uur of nou, nog geen minuut wilde ik zeggen. Oh, pijn. Nou, deze niet. Dit is, hier fiets je 40, 50, 60 kilometer op, heb je geen last van de kont. Nee, maar je nou mij niet even in de weg lopen hier? Nee, ik sta ook, hè. Dus, maar ik vond bij de honingfabriek gemakkelijker. Meer ruimte. Ik vind het hier wel heel gemoedelijk en gezellig, toch? Ja, zeker weten. Zeker weten. Nou, schrijf je lekker in. Veel plezier, want de start gaat zo meteen beginnen. Succes, hè? Prima, dankjewel, jongen. Don't be afraid to catch fish. Straks zie je hoe de fietsvierdaagse officieel van start gaat. Maar eerst gaan we naar Dukenburg voor een bezoek aan Bouwdorp Duuk. We zijn in Dukenburg, in de Alderhof. Ja. En het zonnetje begint te schijnen. Vandaag een grote happening. Ja, absoluut. We gaan zometeen de opening doen van onze Bouwdorp Duuk. En het is ons tweede jaar. Maar het is dit jaar de 45ste keer dat we hier in Dukenburg een bouwdorp hebben. En een bouwdorp voor de kinderen. Ja. Absoluut. Absoluut. 4 tot 12 jaren. Het zijn er vandaag om en bij de 200. En daar zijn we heel erg trots op. Ja, 250 kinderen mochten zich inschrijven, ja. Het maximale. Ja, we hadden gepland 250, maar dat vonden we een grote overstap met vorig jaar. Dus hadden we voor onszelf gezegd, nou 200. En dat zijn het er ook geworden. Dus ja, daar zijn we heel erg blij mee. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Want dat is weer een stapje voorwaarts en dat is wat we willen. We proberen zoveel mogelijk voor die kinderen voor elkaar te krijgen. Dus ja, we doen ieder jaar proberen we ons best te doen. En ieder jaar ook weer een stapje verder, wat meer uit te breiden, wat meer verenigingen in de omtrek daarbij te betrekken. Ja, dat is ons doel. En de grootste activiteit, want we zien het hier allemaal liggen, hout. Ja, ja, hout. Bouwen. Bouwen, ja, echt waar. En ik weet niet of jullie de opening mee gaan maken, maar je zult ze zien, ze gaan rennen. Echt rennen en binnen een half uur, een uur, zie je de eerste hutjes al verschijnen. Want hoeveel pallets hout liggen hier nu? Weet je, heb je ze geteld? Ik heb ze niet geteld. Maar veel? Maar heel veel. Nou, ik kan je vertellen, 3,5... Nee? 2,5 diep... Ja, hoe noem je zoiets? Dieplaaier, lange vrachtwagen, hoe noem je zoiets? Die grote vrachtwagens, trailers. Trailers met hout. Met hout, ja. Ja, die hebben ze... Gelukkig hebben we vrijwilligers die daar met bedrijven contact opnemen en die dat gezamenlijk regelen. I can't wait to cast my spell. With you all, you'll never tell. Cause I Nou, jij bent wel sterk, hè? Moet ik helpen? Ik help wel even, kom maar. Zo, doen we het samen even, hè? Je gaat wel een heel groot huis bouwen. Ja. We hebben wel ruimte nodig voor om te staan. Ja, ja. En daar is de deur? Nee,
En waar komt de keuken? Komt er ook een keuken in? Ik ga later toch kok worden, dus dat komt wel goed. Oh, je gaat kok worden? Ja. Ja, maar waar komt jouw keuken dan? Die komt denk ik daar. Daar. Zusters, zijn jullie allebei niet helemaal lekker? Nee. Nou, een beetje duckvirus. Geslaagd duk. Oh jee, jij begint ook al. Ja, ik krijg het van jullie. Ja. Hé, maar jullie zijn duukzusters? Ja. En hoe kun je duukzuster worden dan? Nou, dan moet je... Bij Duk word je intern geschoold. Dat is niet zo moeilijk, dat valt wel mee. Maar één jaar meedoen en je bent verslaafd. Kun je pleisters plakken? Ik wel hoor. Mag ik jou even... Mag ik zien wat je allemaal bij hebt dan? Oh, van alles. Kijk. Oh. Zo. Oh, een hele rol. Voor als je vervelende mensen hebt. Ja. Nee. Als ze gewond zijn. Als ze gewond zijn. Oh, kijk. Ik heb pijn aan mijn vinger. Oh, ja. Zie je dat? Oh. Pleister erop. Zo. 1, 2. Oh, dat is fijn. Kijk, ik ben ingepakt. Ja. Lukt het een beetje? Ja. Wat ga je bouwen? We gaan hier met... heb ik vorig jaar ook gedaan. Ja. En toen heb ik gewonnen. Heb je vorig jaar gewonnen? Ja. Hoor je het? Wat heb je vorig jaar gemaakt dan? Ik heb hier een boomhut gemaakt en een brug. En daarna heb ik hier nog een... een hut gebouwd erbij. En toen ben je eerste geworden? Ja. Alleen nu kan mijn vriendin niet meedoen omdat ze haar elleboog heeft gebroken. Ze is uit een boom gevallen. Oh, dat is niet zo mooi. Ja, ik heb ook al pijn aan mijn vinger. Kijk, daar hebben de zusters gemaakt. Wat is er gebeurd? Ja, ik heb met mijn haar met een spijker in mijn vingertje getimmerd. Dat is niet zo handig. Nee, niet hè? Maar jullie gaan de kinderen vandaag een beetje begeleiden. Een beetje in de gaten houden als ze pijn hebben. Ja, ja, tuurlijk. Er zijn voor al die hamers, al die spijkers. Dat is levensgevaarlijk. Die ouders dat durven. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Is dat zo? Nou. Ik hoop dat het een beetje geslagen... Niet goed. Niet. Nee, hè? Dat gaat niet goed. Hoe dan? Het zijn wel drukke dames, hè? Die duwdames. Niet. Misschien een kopje koffie, dames. Ja, misschien wel. Nog erger, denk ik. Dan gaat ze stuiteren. Maak er een leuke dag van met die kinderen, hè? Dat gaan we doen. En dankjewel voor het verband. Ja, graag. Ik vind hem leuk. Ja, mooi. Dag. Doeg. Hey, maar ga je vandaag dit jaar hetzelfde maken als vorig jaar? Of iets nieuws? Ja, een beetje hetzelfde. Nou, ik kom straks kijken of je bijna klaar bent. Goed? Ja, is goed. Succes, hè? Ja, dankjewel. Nou, jij bent handig met een zaag. Ja. Goh, waar ga je straks voor leren? Voor hout timmerman. Timmerman, oh. En wat ga je maken hier? We gaan een tent maken. Proberen. Hey, lukt het een beetje? Nee, niet echt. Elke keer als ik mijn spijker sla, dan gaat hij gewoon weer zo naar achter. Moet ik dit weer gebruiken om hem zo naar achter en dan... Oh, maar hij moet recht erin. Ja. Zal ik eens proberen? Oké, als u wil. Hou jij je microfoon vast? Ja. Soja? Oké. Okay. Doe me bij de mond houden. Kijk. Zo, toch? Ja. Nou, dat is inderdaad een rotspijker. Dat doe jij best wel goed, hè? Ja. Ja. En van wie heb je dat geleerd? Nou, dat heb ik een keer gedaan bij me thuis. En toen had ik zo gehamerd. Ja. En ik had ze allemaal erin, bijna. Maar jij hebt best wel een klein hamertje, hè? Ja, maar ik heb ook een grote hamer. Ja? Is dat niet handiger met zo'n grote spijker dan? Nee. Nee? Nou, dan gaan wij kijken hoe jij hem erin slaat. Ja, dat is beter, hè? Die heb ik ook. Ja? Dat is anders. Oh, dan gaat hij weer uit. En dan? Ja, je moet even de andere hamer pakken, hoor. Ja. Ik hou de schroef. Ik hou de spijker even vast. Zal ik spijker vast houden? Ja, dan hou ik hem vast. Zo. Ja. Ja, je hebt hem. Kom maar, kom maar. Zo. Ik heb hem vastgehouden voor je hoor. Dan mag jij hem zelf vasthouden, want anders gaan mijn vingers eraan. Dat gaat beter, hè? Ja. Toch? Ja. Zal ik anders stiekem een stukje helpen? Dus het beginstukje. Hou jij deze vast? Zo vasthouden? Ja? Ja? Kijk, dan gaan we samen zo. Ga ik even tippen. Kijk, dat lukt, hè? Moet hij hierin? Ja.
Hij zit ernaast. Wat een slechte timmerman ben ik, zeg. Zo. Kijk, mag jij de rest? Kijk, heb ik hem stiekem een stukje erin gedaan voor je. Dat is beter, hè? Nou jij. Hoppa, daar gaat hij. Ja. Zo, jullie zijn lekker druk bezig. Ja. En een boomhut, een soort van boomhut aan het bouwen. Oh, maar een boomhut op het gras. Ja, die moet je even. Ja. Ja. Ja, maar ik zie geen boom. Die staan daar. Ja. Ja, een boomhut op het gras. Hé, en nou ben je een boom aan het maken. Met wie doe je dat allemaal? Met Jess, mijn zusje, en Vele, mijn zusje. Oh, dat zijn zusjes. Ja. En zij ook zusje? Nee, dat niet. Dat niet. Jij bent dan weer een buurmeisje? Nee. Maar met z'n viertjes? Ja. Eén jongen en drie meisjes? Ja. Dat heb je goed voor elkaar. Ja. Is er stiekem een beetje een vriendinnetje van jou dan? Nee, die heb ik heb er alleen. Oh, je hebt er alleen? Nou. Ik heb ook al een vriendje. Ook al? Nou. Hé, hey, maar kijk eens naar boven. Ja. Hoe donker is het? Heel erg donker. Waar is het dak? Ja, dat gaan we zo meteen maken. Oh, zo meteen? Ja. En als het dan regent? Dan heb ik pech. Dan word je nat. Ja. En dan ga je gewoon door. Ja. Heel verstandig. Hé, hey, wie zijn dit allemaal, je vriendjes? Ja? Ja? Daar zijn nog meer die aan het hout aan te helpen. Oké. Okay. Ja. En jullie zijn allemaal aan het helpen? Ja. Ja. Vind je het een beetje leuk vandaag hier? Ja. Ja? Ben je goed met de hamer? Ja. Ja? En jij? Yes. Echt waar? Ja. Laat eens zien dan. Jullie doen helemaal niks. Kom, werken. Nou, ga je gang. Wij gaan kijken hoe jullie aan het werk zijn hier. Dames, wat zijn jullie aan het schreeuwen hier? Is dit geen lage spin? Zo heel groot. Zo? Ja, zo. Hé, hey, jullie hebben al een dak erop zitten, hè? Ja. Hieronder zit hangen, want we hebben natuurlijk tassen mee. Oh ja, nou ik dacht ik ga eronder liggen. Nee, dat kan niet, dat is tassen. En het begint te regenen. Ja, want daar hebben we ook nog een dak. Ga eens aan de gang. Ik heb jullie nog helemaal niet zien werken, hè? Ze gaan gelijk aan de gang, hè? Dat moet je hebben. Moet ik helpen of doe je het allemaal alleen? We kunnen het allemaal alleen. Nou, dat gaat best goed, hè? Ja. Scheef. Dat moet je met de hamer doen. Zal ik ze... Kijk. Doe je zo. Doe je eerst rechts slaan. Kijk. Zo, zie. En dan weer recht. Snap je? Ja. Ja. Zie. Hoppa. Ja. Ja, goed, hè? Ja. Nou, jij nog. Ik heb jou nog niet zien timmeren, hè? Ja. Heb je een hamer? Oh ja, die hamer, ja. Ja, nou gaat zij er eentje doen. Dat gaat best goed, hè? Jongens, goeiedag. Mag ik in jullie huisje komen even? Ja, kom ik in het midden zitten? Ja, ik kom in het midden zitten gewoon gezellig. Zo. Even de frietbakjes aan de kant. Zo, jullie hebben lekker zitten eten. Oh, ik ben best wel een beetje moe. Hé, hoe gaat het? Goed. Ja? Lekker frietje? Ja. Ja. Hebben jullie het met z'n vieren gebouwd? Ja, er was ook nog iemand bij, maar die is nu weg. Hey, maar zijn jullie zo handig? Ja. Ja, van wie heb je dat geleerd dan? Mijn vader. En jij, ben je ook handig? Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, maar nou zit het dak erop, wat ga je nou doen? Ja, nog de deur en nog hier een pallet neerzetten. Maar een grote huis maken. Ja, we gaan ook waarschijnlijk nog wel een bovenverdieping maken. Een bovenverdieping? Met een slaapkamer? Dat mogen we hopen. Oh, ja. Zo blijven jullie vannacht hier slapen? Ja. Ja? Oh, dat is gezellig. Mag ik ook blijven dan? Tuurlijk. Ja? Ja, ik vind het wel gezellig hier. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Ik blijf hier lekker geslapen. Zometeen gaan we snel terug naar de fietsvierdaagse, maar eerst even kort aandacht voor het volgende. In oktober vindt er in Nijmegen een speciaal evenement plaats voor liefhebbers van stand-up comedy. Op de Zeester in de Lindenberghaven kan er gelachen worden bij The Love Boat. The Love Boat is een evenement van 2 avonden op 12 en 13 oktober, waar wij 12 comedians op de rand van doorbreken de kans geven om zich te bewijzen voor het Nederlands publiek, live op het podium, maar ook op de Nijmeegse televisie.
Dus het wordt gewoon een geweldige avond hier op de Zeester. Het is gewoon een moment om keihard te lachen met z'n allen. Ik bedoel, mensen zitten altijd gewoon thuis op de laptop een beetje YouTube te kijken. Wat is het? Netflix, heb je allemaal series en dat is allemaal grappig. Maar het is toch anders. Live lachen is toch, wat is het? Comedy is net als seks. Het is live gewoon veel beter. Dus ik zou zeggen, gewoon doen, komen kijken. Het is gewoon een enorme toevoeging aan de Nijmeegse comedy scene, dat sowieso. Je hebt wel al een beetje een comedy scene in Nijmegen, maar dit is gewoon niet alleen in het café zelf, maar het komt toen naar Nijmeegse televisie. Dus gewoon heel veel mensen die gewoon hier lokaal in Nijmegen wonen en niet zo erg bekend zijn met de Nederlandse of de Nijmeegse comedy scene, krijgen nu meteen wel een blik daarin. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken. Even concreet, als mensen een kaartje kopen, wat kunnen ze verwachten zo'n avond? Ja, je kunt een kaartje kopen inderdaad. Je hebt een kaartje voor beide avonden, een passepartout voor de donderdag en de vrijdag. Of je kunt een kaartje kopen voor één avond, de donderdag of de vrijdag. En wat je zou kunnen verwachten is, 8:00 gaan de deuren open. 8:30 begint de show. En dan hebben we gewoon 3 comedians voor in de eerste helft, 3 comedians in de tweede helft. En de hele avond wordt aan elkaar gepraat door een super grappige MC voor de avond. Dus het is gewoon 1,5-2 uur show voor een heel goedkoop kaartje. Dus ik zou zeggen, sowieso doen. Kun je kort iets vertellen over de comedians die hier komen optreden? Het zijn 12 comedians. Het zijn beginnende, opkomende comedians eigenlijk die op de rand van doorbreken zitten. Ze zijn gewoon erg goed, talent zit erin, maar ze zijn nog onbekend. Dus het zou kunnen dat als je er op 12 en 13 oktober bent, dat je de geboorte ziet van de volgende Theo Maassen of Hans Theeuwen. En nog even de locatie. Het is een bijzondere locatie natuurlijk, op een boot, in een boot. Wat kun je nog meer over de locatie hier vertellen, over de Lindenberghaven? De Zeester is gewoon een heel leuk theaterboot eigenlijk. Het is gewoon heel klein, heel intiem, heel laag plafond. Dus het voelt heel gezellig meteen, heel knus. En ik denk dat het gewoon heel veel toevoegt aan de avond zelf. Dat gewoon dat gevoel gecreëerd van saamhorigheid en die warmte. En dat kun je heel goed gebruiken bij een comedyavond. Kaartjes zijn bij ikbenaanwezig.nl te verkrijgen. Of via Facebook zijn ze ook gewoon te vinden via het evenement The Love Boat TV-opnames. Ik zou zeggen, wees daar. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Dan gaan we snel terug naar de fietsvierdaagse die momenteel op het punt staat om te beginnen. Veel plezier, hè? Heb je zin in? Heel goed. Ja, het is mooi weer, dus het komt helemaal goed. Goed in de smeren, goed met zonnebrandcrème en zo, is belangrijk, hè? Ja, ik weet even of dat nog scheelt op deze avond. Jawel, jawel. Zuinig op de huid zijn. Veel plezier, meneer, hè? U ook zin? Ja, hartstikke. Sportief, wielrennersfiets. Ja. Dat gaat snel. Je bent het eerste terug. Een eitje. Wat zit er allemaal voor in het mandje dan? Van alles. Een appeltje. Portemonnee, een appeltje. Belangrijk, hè, die portemonnee en appeltje. Ja, zeker. Appeltje voor de dorst. Nee, dat portemonnee is veel belangrijker. Oh, ja. Voor een biertje onderweg. Bijvoorbeeld. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Beetje zin erin, mevrouw? Ja, zeker wel. Ik kom van het Drentse platteland, dus het is heel wat anders. Oh. Ja, we komen van Assen, van de TT-stad. Zo. Ja. Nou, helemaal een mooie Nijmegen. Ja, een mooie weekje in Nijmegen. Dan gaan we hier fietsen. Lekker is dat, hè? Ja. Wie bent u? En mijn man. Oké, okay, die is al weg. Nou, die zal wel ergens tussen drukken. Oh ja, dat komt maar goed, hè? Ja, oké. Okay. Geniet ervan. Ja, dank u. Op deze stralende dag sta ik bij de wethouder van sport. En van nog veel meer. En nog een beetje meer, maar het gaat vandaag vooral om de sportieve activiteiten binnen de stad die we er weer bij hebben, de fietsvierdaagse. Hoe sportief is Nijmegen eigenlijk? Nou, Nijmegen is behoorlijk sportief. En we hebben natuurlijk de grote wandelvierdaagse, maar daaromheen hebben we de Zevenheuvelloop. We hebben de Rush Hour dit jaar gehad. We hebben natuurlijk vorig jaar de Giro gehad. We hebben de wielerronde van Nijmegen en nu hebben we de fietsvierdaagse erbij. Ja, prachtig. En dan bijna niet zeggen, wat hebben we niet gehad in Nijmegen? Nou, volgens mij hebben we een hele krachtige bewegen en sportcultuur in Nijmegen. Ja. Vandaag fietsvierdaagse, doen heel veel deelnemers mee. Grote voorin. Ook nog heel veel mensen op het laatste moment. Nou ja, dat vind ik dus wel de kracht van de organisatie. Dat ze uitgaan van de voorinschrijving. Het is voor hun makkelijk om op te anticiperen. Maar ze zeggen ook van, nou, weet je, tegenwoordig willen mensen flexibel zijn. Dus laten we daarop inspelen. Dus mensen kunnen ook 1 dag meedoen. Kunnen 4 dagen fietsen. Dus daarmee maken ze het echt mogelijk voor iedereen om mee te doen. Is het voor deze locatie bewust gekozen waar we nu staan? Bij de kazerne hier in Nijmegen? Nou, ze hebben dit jaar wel echt bewust gekozen voor een vaste start- en finishplek. Nou, dit is natuurlijk een prachtige locatie. Je kunt even wat drinken voordat je start. Ja, het ligt open en je bent zo op de weg om van start te gaan. Ja, je merkt echt de gezelligheid en de sfeer, de gemoedelijkheid met dus al die fietsers. Ja, ik vind het een prachtige sfeer. Het weer doet natuurlijk ook heel goed mee. Het is echt prachtig fietsweer. Dus, Nu merk ik wel dat het voornamelijk de ouderen zijn die meedoen vandaag. Waar blijft de jeugd uit Nijmegen en omgeving?
Nou, toevallig komt er een jong iemand langs, zie ik. Nee, ja, die zijn er wel. Ja, waar blijven ze? Ik hoop dat die op andere manieren sportief bezig zijn. Misschien haken ze ook nog wel aan. Ik heb gezien dat ze in het programma iets doen met escape rooms. En andere activiteiten die echt iets zijn voor de jeugd. Dus wie weet haken ze aan. En hoe is het met uw eigen sportiviteit, met de fietsvierdaagse? Nou, mijn sportiviteit zit in veel fietsen. Door de stad heen. Voor mijn werk doe ik alles veel mogelijk op fiets. Ik rijd paard en ik sport ook nog 2 keer in de week. Dus het zit dat is wel voldoende. Goed. Dat is voldoende, ja. Ja. En tot zover deze aflevering van N1 Bezoekt. Wil je de reportages nog eens terugzien? Like dan onze Facebookpagina Bezoek Nijmegen. Zo blijf je ook altijd direct op de hoogte van alle aankomende evenementen die we gaan bezoeken. Uiteraard, tot volgende week. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen.